irritant. Ik kan er niet zoveel meer. Dan doe ik... Goedemorgen, het is woensdag en ik loop nu naar de nagelstudio. Want ik ga mijn nagels even laten doen. Omdat het super nodig is. Het zijn echt stompjes. Super vies. Jur heeft straks weer een seniorsessie bij de Mediamarkt. Dus die lag nog steeds te slapen. Het is wel 2:30. Echt schandalig. Maar goed, ik ga nu naar de nagelstudio. Daarna ga ik eten met Amber. En eigenlijk tussendoor nog geen plannen. Ik heb ook wel echt zin om even de spa in te gaan. Omdat we in Milaan zouden we elke dag naar de spa gaan. Maar we zijn geen één keer geweest. Dus ik heb ook wel zin om even een saunaatje te pakken. Ik heb even een stuk gelopen. Ik ging even eten halen. En ik heb even een nieuwe bikini en een badjas gehaald. En mijn nagels zijn eindelijk gedaan. Ik ben helemaal bij het adem, joh. Ik stel even scherp. Ik heb ze laten doen bij Universal Nails. En ik ben er heel blij mee. Ik heb eventjes mijn haar anders gedaan en een nieuw make-upje opgesmeerd. Ik heb echt, sinds ik nieuwe make-up heb gekocht in Milaan, een soort van addiction. Ik wil mezelf heel de tijd opmaken en ook al zit er een make-up op, denk ik, nou, ik altijd wel af en toe even nieuw op. Echt, het is niet te doen. En nu zoek ik iets normaals om aan te trekken. Maar wat zal het worden? Dit soort haartjes zijn echt irritant. Ik kan er niet zoveel mee. Dan doe je de haarlak op, maar... Het vliegt dus nog alle kanten op. Ik ben net lekker naar de spa geweest met Jor en een vriend van hem. Hier hangt Jorty. Dat was echt super chill even. En zij gingen nu eten en daarna had hij een show. Dus ik bleef nog even in de spa. En ik kwam trouwens Anna tegen toen ik binnenkwam. Anna Nushin van het YouTube kanaal. Ook super leuk die we gesproken en ontmoet hebben. En we willen ook een keer een video samen gaan maken. Dus dat is ook wel heel leuk. Maar ik stond buiten en er stond geen taxi voor de deur. En toen dacht ik, goh. Het is best lekker om ook even een stukje te lopen. Dus nu ga ik een stukje lopen. En dan tot ik een taxi. Het is ook niet zo ver. Ik zou best naar huis kunnen lopen. Ik denk niet dat ik dat ga doen. Maar het is niet zo ver. En dan hou ik gewoon straks taxi aan. En dan richting huis. Oh, ik voel me altijd zo lekker naar de spa. Ik moet ook vaker gaan. Zo, ik ben weer thuis van de spa. Ik voel me echt tering lekker gewoon. En ik had dingen besteld. Bij de Bijkorf. Die zijn binnen. Ik heb trouwens deze badjas vandaag bij de hele middag gehaald. Chill, hè? Bijkort heeft trouwens ook echt goede bezorgservice. Want ik had gisteravond besteld. En als je het voor 10 uur bestelt... Oh ja, ik heb douche gekocht. Als je het voor 10 uur s'avonds bestelt, dan is het de volgende dag in huis. Fijn als ik het open krijg. Nee, niet zo boeiend. Samurai cooldown. Nu lig ik lekker in mijn bedje. En ik ben echt Satan, want... De Domino's bezorgservice sluit 10:55. En ik had om 10:55 nog pizza besteld. I'm such a badass. En nu ga ik lekker een oude video kijken van Nicole. Ik weet niet hoe je haar achternaam uitspreekt. Maar zij is echt goals. En die Carly. Volgens mij is ze Carly. Of zeg ik nou iets heel erg geks. Ja, Carly Bible. Zij is ook... Echt goals. En natuurlijk Desi Perkins. Maar zij zijn nu echt de YouTubers waar ik naar kijk. Vroeger keek ik ook naar Tanya Beur. Maar daar heb ik al een tijdje niks van gezien. But I love this. Ik baal soms zo hard van mezelf. Ik lig nu lekker in mijn holletje. En had gisteren een was gewassen. En ik vind was niet zo erg. Maar ik vind het ophangen en daarna vouwen zo fucking erg. Dus ik had hem gewoon lekker in de was laten zitten. Terwijl ik hem vanochtend nog een keer gewassen. Want ja, het is natuurlijk niet fris als je een was heel de nacht in de was laat liggen. Maar nu staat dus naast mijn hoofd de wasmachine. En ik wil niet het nu ophangen. Maar ik moet het wel doen. Want anders ga ik voor de derde keer één was wassen. En dan ben je echt
Teringlui. Ik hoor de pizza bezorger. Hi, sorry voor het laten bestellen. Nee, sorry voor het te laat brengen. Oh, nee, was best wel snel. Ja? Ja, top. Dankjewel. Vanavond. Doeg. Hij was super aardig. Oké, okay, guess what? Ik lig in bed en de was is nog niet opgehangen. Ik ga het ook niet meer doen. Ik ben te moe. Ik ben echt suf geworden van die sauna. Zo, kat. Ik ga lekker slapen. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doeg.